Hoe ver reikt jouw kennis van de topografische wereld buiten Brabant? Brabant. Niet. Gewoon alleen Brabant. Oeh. Als wij een foto krijgen van Brabant, ja, dan zijn we meteen de eerste. Ja, maar jij bent die herken wel, ik. Je bent wel geen... Matt was hier wel goed in. Ik heb hem wel gedaan met Koen. En je bent nog wel de meest een wereldburger van, de, van, de, van, de, van hun, zeg maar. Ja? Nou ja, jij bent wel op wat plekken geweest, toch? En je niet meer kan dan ook goed, toch? Herinneren ja, waar je wel. Bent geweest. Ja, en dat is bij Koen dus bijvoorbeeld ja, al... Ja, ja, ja. Die weet het niet Ik kreeg vandaag nog een herinnering. 4 jaar geleden zat ik in Dubai. Dus zo. Misschien krijgen we die wel. Nou ja, dat kan voorlopig niet meer. Dus dan maar via GeoGuessr. Mensen, leuk dat jullie kijken. Blauw duimpjes en top zijn. Vergeet niet om te abonneren. Ook op Rob. Ga ik je inhalen? Ja! Het scheelt niet veel meer. Maar wie weet, volgende week, 2 weken, ziet het er weer anders uit. En dat kunnen jullie voor zorgen. Dus als je nog niet geabonneerd bent, heel veel mensen zijn dat niet, abonneer. Op mij. En op Okay. Het is ook mooi als we allebei heel wat groeien. Zo, dat dan maakt het niet uit wie wie inhaalt. Daar hebben we er allebei profijt van. Laten we dat afspreken. Wat feel good zeg. Echt misselijkmakend. Okay, Rob. Dit is de eerste foto. Dit is de eerste foto. Je ziet hier dit. Macedonië is dit. Wat staat er? Macedonië. Als jij dat zegt, Rob, dan lokken we gelijk Macedonië in. Ik denk niet dat het het is, maar als het echt is, dan... Jij bent zo fucking goed hierin ook, hè? Ja, maar even serieus. Is dit een moeilijk spel of zo? Moet ik het zien? Ik had echt nooit... Ik bedoel, ik was 100% overtuigd dat dit hem was. Wat zien wij hier? Witte gebouwen. Dat lijkt alsof het wat warmer is daar. Nou, wel veel groen. Je ziet hier een Skoda en de Volvo. Dus Zweden. Dat lijkt mij... Nee, dat zou te makkelijk zijn. Alexela. Kijk eens naar de prijs van de benzine. Euro oil, dus dit lijkt me wel Europa. Kunen Nagel, waar komt er vandaan? Het is niet Zweden. Dat heeft iemand namelijk al geraden. Het is ook niet Finland, het is Moeten niet Denemarken. Moeten we kijken naar wat hij doet, bijvoorbeeld allemaal... Het is niet Zwitserland, Finland, Denemarken. Bro, het lijkt gewoon Nederland, man. Ik denk dat het misschien wel Estland is, of Litouwen, of Letland. Het is heel vaak als het lijkt op iets Scandinavisch, maar dat is het niet. En ze hebben dus bijvoorbeeld wel een soort van, nou, iets dat lijkt op Duits. Ja, dat Duits dan is ook Letland. Niet. Letland, Estland, Lithuania. Ik weet vrij zeker dat het Estland is, man. IJsland is het niet. Estland. Bam. Zo. Boom. Oh, gewoon in één keer goed. Oké, volgende. Focus. We zijn er met z'n drieën, maar. Dus we gaan er 2 door. Ik zie houten huisjes. Oh, dit is vrij skeer. Dit is... Kijk eens die tekst op dat gebouw. Er zit wel Russisch, Wit-Russisch, zoiets in die richting of zo, een beetje dat soort talen. Dit lijkt mij... In een van die landen, ja. Maar ja, dat kunnen al die landen zijn, toch? Ga jij nou kijken? Hij heeft hem al. Ik denk... Wat staat daar? Punt, nog iets. Punt. RU? Nee, het is niet Russisch. Nee, ja, maar Rusland zou te easy zijn of zo. Het is niet Rusland. Dit is niet Russisch. Nee, ja, ik denk ook niet dat het Russisch is. Turkmenistan? Nee, het is geen Turkmenistan. Weer dezelfde zebrapadborden als gewoon in Nederland. En waar is het bord nou? Het is Kaulusker. Kazachstan dan? Nee. Maar nou, Mongolië? Nee, dat is het ook niet. Maar waarom ga je nu gokken dan? Ja, je moet, anders is de tijd voorbij. En hij heeft hem goed, maar ik... Oh, hij doet gewoon niks. Maar hij heet ook GeoGoat, dus misschien zijn we het niet... Rusland wel! Oh mijn god! Ik zei nog gokken! Ja, kutzooi. We hadden eigenlijk wel een gokje kunnen maken. We hadden een gokje kunnen maken, maar ik dacht dat het niet Russisch... En die andere guy heeft nu gewonnen. Ja. Heb je al ooit gewonnen? Ikke. Ja, met Matt, hè? Ja, met Matt, heb ik gezien. Echt heel vaak. Mijn video's niet. Heel vaak, ja, echt heel vaak, man. Mongool, Nadan, dus dit zal wel Mongolië zijn. Probeer het denk ik. Ja, gaan we dat doen? Waarom staat er guest locked? Nee, met Matt had ik 2 keer achter elkaar gewonnen. En met Koen volgens mij ook gewonnen. Wat is dat guest locked? Je hebt dus zeg maar dat balkje aan het begin. Ja? En dan heb je dus eerst een paar seconden om ding te doen. Maar het was Mongolië. Het was Mongolië. Omdat een Mongool op dat ding stond. Nee, ja. Had ook Brabant kunnen zijn, hè? Kut. Ik ben nog een Mongool, kut. Verrek de Mongool. Er is nu gewoon al één iemand aan. Ja, Geomaster, die is eraf. Maar er zijn mensen die bijvoorbeeld dit doen zonder te bewegen en zo. Dan gaan ze nu raden wat je allemaal moet doen. Oké, dit is een challenge. Redelijk Afrikaans. Huh? Oh, die auto rijdt natuurlijk mee. Ja. Ik wilde naar die auto kijken. Ze rijden aan de linkerkant. Oh, dit is heel slim. Dus dat betekent Afrika, dat het waarschijnlijk is dat Zuid-Afrika is of Botswana. Maar ik jij weet letterlijk in welke landen ze links rijden. Zuid-Afrika, nee. Botswana kunnen we zo gokken. Ja, een aantal weet ik. Lesotho kan ook. Oké, dat wordt wel Engels. Ja, dat is heel veel Engels, ja. Dus dan is het waarschijnlijk, ik denk Swaziland misschien wel.
Nee, niet Swaziland. Maar ook. Wat hebben zij al gegokt? Botswana hebben ze gegokt, Lesotho hebben ze gegokt, Kenia zou nog kunnen. Hoe weet jij dat ze dat gegokt hebben? Dat zijn die vlaggen. Bro, hoe ken jij die vlaggen? Ja, ik speel dit veel. Kenia. Ja, we gaan misschien wel voor Kenia dan. Maar kun je nog... Oh, ja! Woe! Dit lijkt die mij lijkt wel, België. Lijkt wel heel Europees dit, hè? Heel West-Europees. Broekstraat. Nou, Broekstraat zeker België. Ja, Nederland kan ook, toch? Ja, maar wel, ze hebben witte kentekens. Oh, hé, dat is scherp gezien. Zeker België, want je ziet rood er doorheen. Ja. Ja, zeker. Oh, België. Baby! Dik bij huis dit, dik bij huis. Het zag er heel West-Europees uit, dat je dat zo goed ziet, joh. Oké, we zitten met Wouter nog ook. Broekstraat. We zien hier een Fiat, dat is... Dit ziet er wel warm uit, dit land. Ja, dit ziet er wel een beetje zuid. Oh nee, dit is zeker weer daar oost. Toch die gekke Russische teksten. Noord-Macedonië misschien? Noord-Macedonië. Ja, Macedonië. Ja, het is echt Macedonië. Ja, jongen, ik ben echt goed in Russisch. Jij bent ook in die Macedonische cultuur. Daar ben ook echt... Ik weet wel, als ik straks een vakantie mag, ik ga lekker op bezoek in Noord-Macedonië. Dit lijkt mij Duitsland. Die van die prullenbak op de weg. Nee, joh. Oh, dat zou zo goed als Duitsland kunnen zijn, ja. In Duitsland hebben ze ook fietspaden op de weg. Witte kentekens, dus dat kan ook. Ja, dit is toch wel Duitsland, hoor? Nee. Nee? Ik denk dat het Hongarije is, man. Maar wat is dat .com bij dat e-mailadres, of niet? .com, ja. Ik ga Hongarije gokken. Ja! Ja. Bam. Ja. Maar waarom, daar hebben ze heel vaak omlaut op de letters. Oh. Dit is... Oh, dit is... Oeh. Dit is ook Scandinavië. Ja, dit is zeker. Dit is Canada. Kan ook Oostenrijk of Zwitserland zo. Ik ook, ga Canada gokken, man. Sowieso om te lokken. Want? Al die bergen en Mountain Street, ja, Mount Valley, bla. Klinkt wel heel Amerikaansachtig. Maar wat als je het allebei goed hebt? Gaan we Amerika gokken. Oh ja, ja, nou, dan moet je nog een potje. Oh, oeh, Afrikaans land! Dit is Afrika. Afrikaans land! De Sahara. Rob, jij weet het. Je bent in dit soort landen. Ik ben nog nooit in Afrika geweest. In het werelddeel, überhaupt. Niet eens in Marokko of zo geweest. Gewoon helemaal niet. Oeh. Maar dit is echt de middel, dit is gewoon een snelweg rechts. In de middle of nowhere. Met een hutje op de hei. Dit lijkt wel Jordanië of zo. Wat staat daar? Sept, post. We gaan sowieso UAE gokken. Wat? Ja, die is heel vaak. Jordanië ook. Tunesië! Oh, maar hoe dan? Dat is wel Afrika. Maar jij zat niet in Afrika. Nee. Rob. Zo, dit is echt Frankrijk of Italië of zo, die straatjes. Doen wij eraan denken. Ja, of Malta, Andorra, Damatissos. Wacht, kijk eens dat telefoonnummer. Die landcode. Weet je de landcode van... Nee. Ik denk dat het Malta is. Praat ze daar Engels dan? Ja, vaak wel. Ze hebben twee talen en het is heel krap. Het moet allemaal op en bam. Ik sta er gewoon bij Malta. Als soort figurant eigenlijk. Nee, maar je leert het heel snel. Ja, omdat dus die krappe straatjes, meerdere talen... Ja, het was wel echt Zuid-Europa. Het is zo'n Middellandse zeegebied. Dit lijkt inderdaad... Zeg maar, hier heb ik al 25 keer gelopen, maar ik ben er nooit in Malta geweest. Als we hier geweest, naar links waren gegaan, hadden we zo de vlag van Malta. Ja, dat was misschien ook wel goed handig geweest. Had ook gekund. Pak hem erop. Danske Bank. Ja, dan willen we toch maar voor Denemarken gaan. Laten we toch maar eventjes voor Denemarken gaan. Oh. Lok is. Atska. Nou... Dit moet toch haast wel. En hij heeft hem niet gelokt, dus dan gaan we gelijk naar de volgende. Oh, ook gelokt. Nou, waarschijnlijk allemaal door. Huh? Ah! Oké. Nou, ga zoeken. Danske Bank. Het was niet Duitsland. Het is ook niet Oostenrijk. Nou kan de Danske Bank natuurlijk ook in een ander land zitten. Als in de ING zit ook overal op de wereld. Oh. Huh? Moet er gaan gokken. Ja, Estland dan weer. Dat is Estland. Estonia, ja, lekker. Ja. Okay. Estland is gewoon vaak of zo. Ja, sommige landen hebben heel van die punten, van die maps dingen. Oké. Nou, dit had zomaar ook... Nee, dat had ook Nederland kunnen zijn. Ja, dan zou het wel Denemarken zijn. Duitsland heeft altijd van die gele borden met... Ja, dit ziet er wel toch wel Duits uit, vind ik. Maar. Nee, Zweeds ziet het er eerder uit. Want? Nou, met die omlaut. Heb je dat in Duitsland toch ook gewoon? Ja, klopt. Alleen dat is niet Duits wat we net zijn. Finland. Laten we voor Finland gaan. Ja, de taal daar. Die bent op dat bord. Dat was niet Zweeds. Het was ook niet Duits dus. Oké. Dit is wel weer op de countryside. Weet je wel. Zo, nou, dit is weer troosteloos. Ja, daar wil je toch niet leven, man. Bulgarije, voor mijn gevoel. Het heeft wel iets Bulgaars. Roemenië. Ja. Niemand heeft durven gokken. Wat staat hier op? Kijk eens welk dorp we uitrijden. Nova Sarovka. Zoek even of dat dorp daar rechts ligt. Grap je wel de tijd voor.
Het is niet Rusland. Of nee, dat heeft hij niet. Het is niet Rusland. Wat zei Slovenië. Je als eerst? Je zei als eerste Bulgarije, zei je. Poeh. Of heeft hij Servië? Is dat Servië of Slovenië? Dat is Slovenië. Het is Slovenië. Slovenië, ja. Nou, Slovakia kunnen we dan ook proberen. Want ja, waarom ook niet? Dat is hem ook niet. Montenegro, zeiden we net. Ja, alleen... Ja, we moeten wel, mannen staan we eruit. Ja, Roemenië kan ook gewoon, hè? Hij doet gewoon niks. Gaat hij dan winnen omdat hij niks doet? Nee. Dan Montenegro! Albanië, misschien is het Albanië. Maar dan wint hij ook niet. Wie wint er nu dan? Kroatië. Oh, het gaat gewoon door. Kroatië! Daar ben ik ooit geweest! Had ik moeten weten. Ja, ik ook, ja, maar... Ja, slecht. Ooit in Kroatië, maar... Ja, niet op die plek. Is het raar als ik zeg dat dit me doet denken aan IJsland? Ben jij ooit geweest? Ik niet. Wel veel bergen. Ik ga hem fokken, want anders slaat ik mezelf in mijn kop dat ik het niet heb gedaan. Ja! Woe! Kom op! Is dit een dub? Nee. Hij krijgt gewoon een tijd. Maar zij kunnen nu al die Scandinavische landen. Oeh, hij weet het niet. En dan gooit ook Estland. Dat betekent nog Denemarken, Zweden, noem het allemaal op over. Oh, Marco, choke. Choke on me, daddy. Choke me, daddy. Hij ligt eruit. Hij ligt okay. eruit. Hij is alleen Marco Boeka. Denemarken, Zweden, Litouwen, Letland. Hij doet niks! 3! Hij geeft op! 2! 1! Ja! We hebben het! En wat heb ik een bijdrage geleverd? Ja, jij bent bedankt voor het kijken. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet op te abonneren. Ik denk dat dit de laatste GeoGuessr video was. Tenzij Hup, jullie dat echt heel graag willen. Noord-Macedonië. Represent. Een shout-out naar iedereen uit Noord-Macedonië. Mensen, bedankt voor het kijken. De groeten.